Het Belkar-kampioenschap 2018 is van start gegaan en de eerste race vond plaats op het circuit van Zolder in het kader van het New Race Festival Blancpain Series. En de nieuwe wind die de voorbije seizoenen door het kampioenschap waaide, heeft zijn effect niet gemist. Hadden we vorig jaar een deelnemersveld van 25 wagens, dan waren er dit seizoen met 34 pijlsnelle racewagens bijna de helft meer inschrijvingen. Dat betekent dus meer verkeer, meer concurrentie en, zo goed als zeker, een nog boeiender strijd op de baan. We hebben goede winter achter de rug, een paar extra mensen kunnen motiveren om deel te nemen aan de Belkar. We hebben de Belgian GT4 Endurance trophy extra. We hebben de Porsche trophy extra. Dus ik denk dat we zeker in de lift zitten. We gaan wel zien, de protos gaan sowieso weer wegrijden van voor. Maar doordat ze nu sneller mogen gaan dan vorig jaar, gaan we een veel mooier strijd krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat we een heel boeiend seizoen tegemoet gaan. Er wordt gestreden in 5 verschillende categorieën. De Belkar 1-klasse is met 12 deelnemers de grootste klasse. We vinden er Porsches die dit seizoen ook strijden voor de Porsche Endurance Benelux Trophy. Een kampioenschap binnen het kampioenschap, zeg maar. Met een apart klassement en een aparte prijzenpot. Dat is een leuk extraatje. Ik denk een heel mooi initiatief van de mensen die de Porsche Cup organiseren. En ik denk dat het alleen maar de spanning ten goede komt binnen de Belkar ook. Geen wolf dit seizoen voor Bert Longin. Hij kiest opnieuw voor bedrijfszekerheid en dus een Porsche. En voor een team met Anthony Kumpen en Tom Bonen. We hebben natuurlijk verschillende jaren geprobeerd met de prototype. Er waren wel een paar goede races bij, maar er waren er ook veel, veel mindere bij. En we hadden nu eigenlijk een project met Tom, waar Anthony en ik toch besloten hebben om voor de zekerheid te gaan en voor die Porsche te gaan. De BMW van VR Racing Quick Motors weet nu al dat hij met ongelijke wapenstrijd in hun klasse. Maar ze willen zich smijten en daar gaat het tenslotte om, de sport. De kwalificaties worden in Belkar 1 gedomineerd door de Belgium Racing Porsche van Der Dalen en van Parijs. Zij duwen hun 991 stevig op de staart en komen met een besttijd van 1.34.662 als eerste niet-prototype op de startgrid. En dan te weten dat het team in laatste instantie zijn seizoensplanning nog moest aanpassen. Ja, we hadden andere plannen met de auto eerst en die zijn dan gecanceld. En toen moesten we dan iemand anders hebben voor de Belkar. Dus we moesten rijden, want de auto die stond nieuw, klaar voor te rijden. En de oude generatie wel, maar de auto is nieuwer als de nieuwe generatie die we nog hebben staan. Dus de auto staat tip-top, ja. De Porsche van de Woutersbroers en Xavier Stevens is een zucht trager, maar het team is tevreden. Klopt goed, absoluut. We staan nu tweede, maar we proberen nog om eerste te gaan. We gaan nu nog 2 setjes banden in de rij. Die staan dan klaar voor morgen. En, maar ja, alles loopt goed. Dat is wel wat. Het is natuurlijk, ja, we zijn met 11 Porsches dit weekend. Dat is natuurlijk plezant, hè. Er gaan gestreden worden. Het zit goed dit jaar. Absoluut, het is plezant. Het gevoel is goed. De auto ligt ons goed. We hebben al een paar dingen bijgeleerd. We hebben al wat informatie hier en daar ingewonnen bij mensen van Porsche zelf. Het zal toch wel even een beetje een aanpassing worden, omdat de motor ook achteraan ligt. De gewichtsverdeling is helemaal anders. Dus het zal voor ons toch wel even aanpassen zijn. Hier in Zolder is dat misschien minder belangrijk, omdat het circuit iets minder snel is. Maar zeker in Spa zullen we daar toch wel onze nodige peren mee gaan zien. Don't change a winning team. Bij de 7 prototypes in klasse 2 is de bemanning van de DVB Racing Norma ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. En goed nieuws voor dit team, de normtijd is verlaagd naar 1.30 en daar zijn de Tiersbroers en co. helemaal niet trouwig om. Ja, het is wel anders als we naar de meter kijken, het is ook meer koers en dat is ook de bedoeling daarvan, hè, dat we echt koersen. Ja. Groter deelnemersveld ook, meer drukte op de baan. Dat is niet meteen een voordeel voor jullie? Nee, want het snelheidsverschil wordt heel groot, zeker met de BMW's. We hebben al gekeken naar de laatste toeschil, 26 seconden. Dat is heel wat. Dus voor die mannen gaat het ook wel spiegelkijken zijn. Je weet niet of ze de deur dichten of niet. Dus het risicofactor is wel groter. De kwalificatiestrijd in klasse 2 is ongemeen spannend. Nadat de Norma van Russell Racing by DVB Racing een tijd lang de toon aangaf, krijgt het team van Del Dish Racing bij JBC Events steeds meer vat op de nieuwe turbomotor die hun Norma dit seizoen onder de motorkap heeft gekregen. En ze knallen zichzelf met 1.30.125 naar de pole position. Vroeger hadden we een atmosferische Honda motor en daar kon je eigenlijk heel vroeg mee op het gas gaan. Die bouwde heel lineair zijn kracht op. En nu merkte toch wel dat eigenlijk de kracht vrij bruut vrijkomt door het opspoelen van een turbo.
En dat is wel aanpassen dat we niet echt te vroeg op het gas kunnen. Dat hem dan wel nerveus durft worden op de achterkant. Klasse 3 belooft dit jaar extra fun. Naast de Seikers, de BMW M4's en de Mustang vinden we ook drie AMG Mercedes'en GT4 in de paddock. En ze klinken strijdvaardig. Wel, ambitie moet je altijd hebben, anders sta je niet aan de start van een wedstrijd. En ik zeg het, we hebben twee rookies aan boord. Tot nu toe is het heel goed. We zullen wel zien in wedstrijdverband. Podiums moeten we niet ambiëren in het begin, maar ik wil voor de jongens toch wel 24 uur of later een wedstrijd van 2 of 3 uur op een podium geraken. Na de kwalies blijken ze toch nog wat inhaalwerk te hebben op hun reeks concurrenten. Daar is de Seiker van VGL Racing de snelste van het pakje. Ze maken van de laatste uren voor de race gebruik om snel nog wat pilotenwissels in te oefenen. Met deze tijd die we nu gereden hebben, kunnen we zeker absoluut tevreden zijn. Het is ook een nieuwe ronde record die we met deze wagen behaald hebben. Dus we kunnen zeker niet klagen. In de klasse 4 en 5 tenslotte zijn samen 8 BMW's ingeschreven. 4 in elke klasse. Opvallend hier is dat Ines Lammes en Katabozo niet langer samen team vormen, maar dit seizoen het stuur van aparte AR Performance wagens nemen. Het zijn 7 snelle teammaten. Ik heb snelle teammaten, dus het wordt spannend. Yes, I like it a lot because now it's really against each other in the ladies championship also. In klasse 4 is de beste tijd voor de BMW 120 diesel. Het team is verrast, maar erg opgetogen. Een beetje onverwacht, maar we hadden toch gedacht om in de buurt te komen van de M3's. En dat is ons gelukt om dat inderdaad zo te presteren. Dus we zijn zeer gelukkig met de eerste plaats in ons klas. Omdat we met een 2 liter diesel rijden ten opzichte van een BMW M3 motor, wat een 3 liter is, toch wel wat onverwacht is. De AR Performance E90 klopt de snelste chrono in de Belcar 5-klasse. Ook hier alleen maar tevreden gezichten. We zijn eigenlijk als laatste team ingeschreven. En eigenlijk was het ook nog niet zeker of het dit ging rijden of de Historic. En dan hebben we toch gekozen voor de Belcar. En dan als laatste minute nog de auto ingeschreven. En nu zijn we hier dus met de pole. De QSR BMW heeft de laatste plaats op de startgrid. Ze hebben een werkzaterdag achter de rug. De wagen is eigenlijk volledig nieuw en ze zijn een beetje laat begonnen met bepaalde zaken op te bouwen. En, we hebben tijdens de vrije trainingen hebben al problemen gehad met een stabilisatorstang die losgekomen is. Gisteren hebben we problemen gehad met het remsysteem, ABS-systeem. De proto's klokken de snelste tijden in de kwalificatie en de turbo power onder de motorkap van de Deldish Norma doet dus wat van hem verwacht wordt, resultaat leveren. De eerste pole position van het Belcar-seizoen is voor wagen 111. De eerste startgrid van het seizoen ziet er dus als volgt uit. De start dan met 30 wagens die op de eerste linkse aanstormen. Enkele Porsches schuiven vroeg. Veel te vroeg volgens sommige deelnemers, maar de wedstrijdleiding grijpt niet in, dus is er niks onregelmatigs gebeurd. Hoe dan ook, de strijd is geopend, het duelleren kan beginnen. Of, zoals Fred Bouffy het smakelijk omschrijft... Zoals die vriend wil bagarre, dus ik heb hâte d'attaquer. Een van de eerste die binnenkomt is een van de Mercedes'en. Die komt maar moeilijk op toeren en het is afwachten hoe de wagen zich in de rest van de koers zal gedragen. Hij kan wel terug op weg. Ja, daarom hebben we al 1 pitstop gebruikt. Dus moeten we kijken hoe moeten we de strategie wijzigen natuurlijk. En zo hard mogelijk gas geven. Voor de Orkel brengt de zonnige zondag geen soelaas. Op zaterdag had het team ook al veel problemen. En zondag staat de wagen meer in de pitlane dan op de baan. Er is een darm losgeschoten, waardoor we geen boost meer hadden. Dus zet dat op los.
De Porsche Cayman van onder meer Stine Slongin geeft al na 20 minuten koers de geest. Het ging eigenlijk momenteel heel goed. We hadden eigenlijk heel het weekend setup issues. Het was helemaal opgelost. We reden echt korter. We reden op P2 of P3. En ik wil opschakelen en de versnellingsbak valt weg. En nu hebben we juist gezien dat er een breuk is in de bak. Dus de olie komt eruit. Dus ja, over en uit. Al vrij snel is de kop van de wedstrijd gezet. En die wordt zoals verwacht ingevuld door de proto's. Drie Normas. Aan de leiding de DVB Racing, gevolgd door de Deldish en de Voeterij. De eerste Porsche is die van Fred Bouffy op plaats 5 overal, dankzij de indrukwekkende en wat gecontesteerde jumpstart. Iets dieper in het pak draait de VR Racing Quick Motors BMW vlotte tijden, maar de strijd is hevig. Het ging redelijk pittig, ja, het was heel warm. Het was moeilijk op de baan en dan hebben we nog een stop-and-go gekregen. Ik denk omdat we te lang op de grid bezig waren met ons klaar te maken. Maar het gaat er wel fijn aan toe. Ik heb genoten, maar het was zwaar. Het was zwaar. Tot nu toe geen mechanische problemen. Juist de banden die ook een beetje afzien van de warmte. Maar dat is voor iedereen, neem ik aan. Problemen intussen bij de QSR Racing School BMW. Voor hen is het door een riembreuk over en out na drie kwartier. Dat is balen. Dat is enorm balen. Surtout aangezien dat we vorig jaar eigenlijk kampioen waren in Belkaar 5, hadden we eigenlijk de grootste intenties om dit jaar terug hetzelfde te presteren. Maar ja, kijk, het seizoen is nog lang. We hebben de veldslag verloren, maar de oorlog nog niet. Jeffrey van Ooijdonk heeft de start genomen in de knalrode Norma en heeft de Deldish Norma snel met de voeten op de grond gezet. Welkom in de realiteit van de koers en die is ongenadig. De beste van het moment rijdt vooraan, maar ook dan is het continu alert blijven. Even afwachten wat de banden gingen doen, hoe lang dat ze het gingen volhouden. Maar de wagen is echt prima, dat is echt super. Het is natuurlijk opletten met het verkeer, maar ik pak geen risico. Ik heb een paar keer mijn eigen laten verrassen. Er zijn wel een aantal trage wagens op het rechtstuk, maar die heel laat remmen. Dus ze moeten goed voorop letten. Maar iedereen is heel geland op de baan en ze zien ook goed in hun spiegels. Dus er is niemand die verrast is geweest met het feit dat ik aankwam. Dus heel leuk rijden. Mooi weer. Prachtig. Laten we hopen dat we deze positie kunnen houden. Maar met Chill die er straks nog in gaat, zal het wel normaal gezien moeten lukken. PK Motorsport Porsche duurt het feest iets meer dan een uur en 41 rondjes. Bert Longin, die de start heeft genomen, geeft het stuur op positie 12 over aan Tom Boonen. Maar die ziet na nauwelijks 10 minuten dreigende wolken in zijn achteruitkijkspiegel. En het verdict is zwaar. De motor van het meest bedrijfszekere wagentype heeft het begeven. Ik ben van 3 naar 4 geschakeld en op het moment dat ik schakelde, dacht ik eerst dat de versnellingsbak was. Er is geen vermogen meer en een dikke rookwolk erachteruit. Ik ben aan de kant gaan staan, teruggeschakeld. Toen voelde ik dat de versnelling nog wel werkte, dus toen wist ik dat het de motor was. Maar zie je normaal. Mag niet gebeuren. Het is geen nieuwe auto, maar als we draaien, kloppen die soms gezegd hebben, dan kan dit nooit. Kan niet. Technisch mankement, daar kan je gewoon niks aan doen. Ja, maar een Porsche motor die kapot vliegt, dat klopt niet. Hè. Bij de prototypes gaan de handen ook geregeld in de haren. Dit is het begin van het seizoen en dan is er altijd wel wat aan de hand. De Wolf van Pampel en Dubek kampt met elektronische probleempjes. En dan is het zoeken naar de beste tussenoplossing voor rijder en auto.
Noodgedwongen moesten we eigenlijk naar een mapping overgaan van de 24 uur. We rijden nu met 200 pk. Dat is 65 pk minder dan Normas. De auto rijdt goed, maar natuurlijk, die mannen moeten er nu mee vechten. Die kunnen 35 draaien, allebei. Dat zijn ze nu en toen. We hebben een super pitstop gehad, spijtig genoeg. De juist te laat waren. Eén ronde had hem vroeger moeten binnenkomen, hadden we nog een lap gewonnen. In een wedstrijd met veel wagens is het druk en is close racing meer regel dan uitzondering. Dus zijn er ook race-incidenten, zoals eentje tussen Dylan Derdalen en Koen Wouters in de tweede chicane. Hij rent mij uit in de eerste chicane. Perfect, we waren al een paar toeren gezellig aan het vechten zo. Hij rent mij uit, perfect. Maar ik dacht, ik moet hem direct proberen terug te pakken, want anders is hij weg. Dus ik rem hem terug uit voor de tweede chicane. En het lukt, het was allemaal nipt, maar het lukt. Ja, ik pak de chicane, hij kan niet anders dan eigenlijk rechtdoor rijden. Maar hij komt voor mij terug op de baan, ja, dat vind ik niet correct. Ik heb de plaats terug veroverd van hem. En hij verovert ze terug door rechtdoor aan de chicane te steken. Hij moest rechtdoor rijden, want anders botsen we tegen elkaar. Dus ik snap zijn manoeuvre. Maar de koersdirectie moet wel zeggen, hey, laat die plaats een keer terug aan je Wouters. Want eigenlijk had ik ze reglementair terug veroverd. De rijders praten het uit als gentlemen. Kees Kloos dus, want ook dat is racerij. De strijd is hevig. De reactie soms ook, maar nadien is het zand erover en op naar de volgende wedstrijd. Voortijd. Alles lijkt in een definitieve plooi te vallen. En toch, verrassingen houden geen rekening met uur, tijd of positie. Al zijn sommige verrassingen vermijdbaar, zeg maar. Als je de metertjes maar in de gaten houdt. Zo valt de QSR nog zonder benzine. Een accident de parcours. Het bloeken is goed, maar ja, er is toch niks meer aan te doen. Het is gebeurd. Ik kan het ook een beetje begrijpen. Eerste wedstrijd, iedereen een beetje stressie. Heet van de strijd. Het is allemaal veel in één keer. Nieuwe auto voor hem ook. Dus we gaan het hem vergeven. Voor de Norma van Tiers van Hooijdonk en Magnus. De jonge Gilles Magnus rijdt een foutloze stint en bezorgt het DVB Racing Team de eerste Belcar-zege van het seizoen. Ik probeer de auto een beetje te sparen, geen risico te nemen. Ik had geen radio, dus ik was niet echt op de hoogte van wat er aan de hand was of waar ik stond ergens. Maar via het bord heb ik toch een beetje informatie kunnen krijgen en wist ik dat ik rustig kon doen om de race zonder brokken uit te rijden. Onze auto was goed, het team heeft heel goed werk geleverd. We hebben een beetje achterstand opgelopen in het begin door de start met die Porsches die volgens mij veel te rap weg waren. Een soort van valse start, dus daar hebben we wat terrein verloren. Maar goed, ik denk dat wij eruit gehaald hebben wat erin zat. We komen een beetje vermogen tekort met de nummer 1. Maar de McDonald's Aquaprotect auto heeft het goed volgehouden.
de winnaars naar het podium, waar ze ontvangen worden door good old Guy Geurts, die jubileert, want aan zijn 25e seizoen toe als circuitspeaker-presentator. Ik heb elkaar mee helpen opstarten, ik heb elkaar zien groeien, ik heb er een dipje van bij elkaar meegemaakt, maar als we dit weer zien, dan zijn we meer dan tevreden. De podia dan, te beginnen met het dagpodium dat ook het podium van de Belcar klasse 2 is. Op 1 de DVB Racing, op 2 Del Dish Racing en op 3 het Aqua Protect Team. MDK Motorsport, Belgium Driver Academy, M Racing en het Oracle Team maken de rij vol. In de Belcar 1 klasse wordt het podium bezet door de Belgium Racing op 1, Independent Motorsport op 2 en 3 is voor No Speed Limit. Hierna volgen PG Motorsport, Comparex Racing by AMG Events, de twee Speed Lovers, VR Racing Quick Motors en PK Carsport. Bekers en champagne zijn er in de Belcar 3. Voor op de eerste plaats QSR Racing School, op 2 KDW Racing, op 3 Cellenslag Racing Team. Verder zien we de tweede Cellenslag Racing Team, VGL Racing, MSE, RBC Race Team en PG Motorsport. In de Belcar 4-klasse gaat de zege naar VDW Motorsport voor R&J Racing en Haley Racing. GNR Motorsport staat hier op 4. En 3 AR Performance Teams mogen champagne ontkurken in de Belcar 5-klasse. Op 1 wagen 70, op 2 de nummer 69 en op 3 nummer 88. QSR Racing School sluit hier voorlopig de rij. Tweede manche van het Belcar kampioenschap is het wachten tot het eerste weekend van juni. Afspraak op 2 en 3 juni in Francorchamps. Tot dan!